Janiek is een enorme lobbyist, hè? Dus die komt bij gemeenteraadsvergaderingen en dan wil hij weer wat geregeld hebben. En die zei van, goh, wat zou het leuk zijn als de gemeente Almelo, drie keer raden wat hier onder dat zelf zit, als de gemeente Almelo wat zou willen doen ter promotie van de schaaksport. En dan is het bijzonder het mogelijk maken van iets wat er zometeen gaat onthullen, wat in de openbare ruimte geplaatst kan worden. Voorlopig staat hij hier. Maar hij gaat uiteindelijk verplaatst worden naar het doelpark, waar nu op dit moment heel hard wordt aangewerkt om dat gerealiseerd te krijgen. En dan gaat het natuurlijk op in een hele rustige omgeving met veel licht, want hier heb je toch wel de schaduw een paar uren op die tafel staan. En ik heb me laten vertellen dat het licht belangrijk is, de vraag is top. Dus het krijgt een mooie plek in het doelpark en wat mij betreft gaan we nu dan ook onthullen. Van harte gefeliciteerd en ik hoop dat jullie er nog minstens 90 jaar bij aan mag. En veel plezier zometeen met schaak. Lucas, wil jij ook aanschuiven bij de onthulling alsjeblieft? Als je zou willen, heel graag. Let op je pak natuurlijk, dat het niet smerig wordt. Dan is die hier de allereerste schaaktafel van Almelo. Ik ben een mooie plek. Ik ben in de tuin.